Oh my God, oh my God, these feelings just begun. I'm seeing things I've never said, things never done. Oh my God, when I see you, should I run? But I'm frozen in motion, my head tells me to stop. Few things, feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is burning, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion, my head tells me to stop. Bum bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum. 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 Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum. Hey, goedenavond. Ik ben Eline de Munk en welkom op deze iets wat speciale Open VLD nieuwjaarsreceptie. Zoals het hoort, ook in het begin van 2021, volledig gestreamd en live te volgen van bij jou daar thuis. Het komende uur blikken we terug op het voorbije bizarre jaar. Bedanken we de Open VLD-militanten, jullie thuis daar dus. Komt de Belgische en vice-Europees kampioene Slam Poetry langs om haar blik te geven op het voorbije jaar. De Wetstraat 16 stuurt ook zijn afgevaardigde in de vorm van onze premier. En ook de voorzitter geeft zijn kijk op het nieuwe jaar. Jullie thuis kunnen straks ook iets winnen met een leuke quiz die we gaan spelen. Blijven kijken dus. En oh ja, we hebben ook nog een huisband. Take it away. Beginnen doen we dit jaar met jullie daar thuis, de militanten van Open VLD, allemaal te bedanken. Dank u dus aan iedereen die zijn steentje bijdraagt voor de werking van de partij. Wij stuurden een cameraman samen met een kopstuk langs om een aantal van de geëngageerde Open VLD'ers in de verschillende Vlaamse provincies een eindejaarspresentje aan te bieden. En Bart Somers trok er ook op uit. Hij ging op bezoek bij Pia, een jonge onderneemster en eigenares van een koffiebar en Mexicaans restaurant in Mechelen. Dag Pia. Ik kom u feliciteren. Ah, dank u. Omdat jij niet alleen ons gemeenteraadslid bent, maar ook omdat jij twee handelszaken hebt en het in een moeilijk jaar hebt volgehouden. Ik ga u geen drie kussen mogen geven, maar ik ga je dat wel geven. Ah, super, dankjewel. Dikke proficiat voor uw inzet. Merci, dankjewel. Pia, 2020 was een rotjaar voor iedereen, voor ondernemers, voor gewone mensen. Je hebt twee horecazaken. Hoe heb jij je daar doorgeslagen? Als horeca-ondernemer heb ik dat wel als heel intens ervaren. Heel veel ups en downs. Een paar keer de moed verloren. Maar je moet je flexibel opstellen, je moet door blijven gaan. En dat is wat ik als ondernemer ook heb gedaan. En wat heb je dan gedaan? Hoe heb je u door die maanden heen geslagen? Welke initiatieven heb je genomen? Tijdens de lockdown hebben wij heel veel takeaway-initiatieven gedaan. Niet alleen wij zelf, met het restaurant en de koffiebar. We hebben dat met horeca-collega's gedaan. We hebben samen een keer een partybox gedaan, home delivery. Bij de koffiebar hebben we ervoor gezorgd dat de mensen die op wandel waren een koffietje konden drinken. En dan als we open mochten, hebben we gezien dat alles coronaproof was. Dat we op een goede manier konden ondernemen en dat we dat veilig konden doen. Ja, dus heel veel creativiteit, heel veel ondernemerschap. De regering heeft je ook ondersteund. Hoe heb je dat ervaren? Was dat voldoende? Heeft dat u geholpen? Dat was niet genoeg, dat moet ik eerlijk toegeven. Maar het heeft mij wel verbaasd hoe snel dat ging en hoe vlot. En dat daar eigenlijk nooit discussie over is geweest. En dat heeft er wel voor gezorgd dat we verder konden doen. In combinatie met takeaway. En dat heeft ons er wel echt doorgetrokken, ja. Absoluut. Ja, dat is ongelooflijk, hè. Jouw veerkracht en uw inzet. En ik wens je heel veel succes om die laatste maanden van die coronacrisis goed door te komen. Wel degelijk gekleurd hebben. De ene werd jullie voorzitter, de andere is van Brakel naar de Wetstraat 16 verhuisd. Welkom. Mag ik Alexander en Egbert zeggen? Ah, fantastisch, dank u. Ja, je bent verhuisd naar de Wetstraat. Hoe is het daar?
Goed. Heeft Sophie Wilmes het een beetje proper achtergelaten? Ja, ze heeft er zeer goed zorg van gedragen. En ze heeft ook een zeer mooie overdracht gedaan. Mm-hmm. Ze heeft mij zo een koffiemuik gegeven waarop 16 staat. Dat begreep ik. Op de achterkant stond er 53. Dat dacht ik dat een verkeerde inschatting van mijn leeftijd was. Maar dat was de 53ste premier, blijkbaar. Geweldig. Ja, wat vind je van het parcours van Egbert? Schitterend. Hij heeft dat tot nu toe bijzonder goed gedaan. Hij heeft ook getoond, denk ik, de voorbije jaren dat hij heel veel mensen achter zich kan krijgen. En al die mensen die achter hem stonden, die staan nu meer dan ooit achter hem. Dus hij heeft het heel knap gedaan. Hoe voelt het voor jou, Egbert? Jij bent ook verhuisd namelijk, een beetje, toch? Ja, het is fantastisch, omdat als ik heel klein was, dan was ik al actief voor de partij. Kaarten uitdelen, meehelpen in verkiezingscampagnes, affiches gaan plakken. En als je dan tijdens je loopbaan voorzitter kunt worden van die partij waar je altijd in rondgelopen hebt, ja, dan is dat eigenlijk fantastisch. Dus dat was een prachtig moment in mei, ook met een mooie uitslag natuurlijk. En wat mij ook heel veel plezier gedaan heeft, is nadien, zo'n interne verkiezing is niet gemakkelijk voor een partij. Uiteindelijk zijn er verschillende kandidaten met andere meningen, maar dat iedereen zich heel snel verenigd heeft als één blok, als één team binnen die liberale partij, dat doet mij ongelooflijk veel plezier. Ja, 61% van de stemmen, dat is toch wel niet niets. Wat is nu het leukste eigenlijk aan het voorzitterschap? Natuurlijk, als je in de politiek gaat en je kan voorzitter worden, dan maak je natuurlijk wel een verschil op heel belangrijke momenten. Zoals die regeringsvorming, ja, die zat meer dan een jaar vast. En het feit dat we dan verschillende partijen hebben kunnen samenbrengen om eindelijk het land een volwaardige regering te geven, wetende welke crisis die we moesten bestrijden. Ja, het feit dat ik dat kon doen, had je mij dat vorig jaar gezegd. Ja, dat is wel fantastisch dat je het land op die manier mee op de rails kan zetten. Ja, want een crisis is het absoluut toch wel. Hoe is het dan voor jou om nu in deze crisis premier te zijn, Alexander? Wel, misschien nog even terugkomen op wat Egbert zegt. Ik denk dat men onderschat hoezeer Egbert echt ons land uit het slop gehaald heeft. We zaten in een periode waar niks nog kon. Niemand wil met elkaar nog spreken. En als je een stap vooruit zette, was er iemand die klaar stond om onmiddellijk twee stappen achteruit te gaan. En ik heb van dichtbij gezien hoe Egbert eigenlijk degene is die iedereen meegenomen heeft en uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat wij konden beginnen met een ploeg. En echt een zeer nieuwe ploeg, heel veel nieuwe mensen, een aantal mensen met meer ervaring, zeer diverse ploeg. Maar men heeft vaak over diversiteit gesproken als er zijn evenveel mannen als vrouwen in. Ja. Maar divers op zoveel dimensies, divers qua ideeën, divers qua achtergrond. Maar één ding gemeenschappelijk, en dat voel je bij iedereen, over alle partijen die hier deel van uitmaken, is iedereen wil bewijzen van wij kunnen politiek doen werken. Ja. Wij kunnen politiek terugbrengen naar de essentie. Namelijk, als iedereen aan tafel brengt waar ze het best in zijn, ja, dan kan er ongelooflijk veel in ons land. En dat hebben we denk ik de voorbije 3-4 maanden gezien, is dat als we allemaal onze kwaliteiten aan tafel brengen, dan kunnen we ongelooflijk veel realiseren. Ja, jullie hebben duidelijk heel veel respect voor elkaar, maar zijn jullie ook vrienden? Zitten jullie in elkaars bubbel? Ik moet zeggen, eigenlijk wel. Ik moet zeggen, met Alexander nog maar zelden is een discussie gehad. We voelen elkaar ongelooflijk snel aan. Ik merk dat tijdens gelijk welke vergadering. Soms hadden we dat ook tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe regering, dat je geen tijd genoeg had om iets op voorhand door te praten. Maar we zaten dan samen in die vergadering en heel snel voel je dat je dezelfde lijn wil bewandelen. En ja, we kennen elkaar ook al heel lang. Hij zat nog niet in de politiek toen ik hem leerde kennen. En hij werd gezien als iemand met te veel verstand en te veel intelligentie om eigenlijk in de politiek te willen gaan. We hadden altijd gehoord, die zoon van Herman de Croo, die wil niet in de politiek gaan. Dat is een serieuze mens, die gaat dat nooit doen. En dan hebben we hem toch overtuigd met een aantal mensen om dat te doen. En ik herinner mij zijn eerste speech die hij gegeven heeft, was eigenlijk in mijn gemeente. Een gespreksavond waar Herman de Croo verwacht was. Mm-hmm. De grote Herman de Croo. Herman kon niet komen, hij had zijn zoon gestuurd. Iedereen zwaar ontgoocheld. Herman de Croo kom niet. En een jaar later deden we net hetzelfde. En dan was Herman eigenlijk minder belangrijk, want Alexander was onze nieuwe voorzitter van de partij. Dus hij heeft een ongelooflijk parcours afgelegd. Heeft in de privésector zijn strepen verdiend. En al die kennis en know-how en die menselijkheid die hij heeft, ja, dat legt hij nu volledig in dat premierschap. En ja, dat is fantastisch. Ja, nu we het toch over jouw vader hebben. Hij is nooit premier geweest. Is hij stiekem toch een klein beetje jaloers op jou eigenlijk, Alexander?
Ik weet het niet. Of ligt dat gevoelig? Ik denk niet dat het gevoelig ligt. Ik denk als jij hem de vraag stelt, dat hij misschien een eerlijk antwoord zal geven. Nee, ik denk dat hij fier is, dat hij ook een stukje bezorgd is. Wat denk ik normaal is als vader. Ik weet dat als ik hem toen op 1 oktober belde om 6:00 AM, dat zijn antwoord heel nuchter was. Iets in de zin van, dat is goed, jongen. En daar stopte het eigenlijk mee. Dus, hij blijft het van heel nabij volgen. En elk partijbureau dat we hebben, heeft ondertussen een videoconferencing ook volledig in de vingers. Blijft hij mee met ons aan de kar trekken. Ja, corona, we kunnen het niet ontkennen. We moeten het er uiteraard ook over hebben. Wanneer worden jullie gevaccineerd? Weten jullie dat al? Nee, maar ik denk, ik weet het niet exact, maar het zal zijn als het aan ons een tour is. Hè. Dus ja. in de volgorde zoals die voor iedereen geldt. Ik weet ondertussen ook waar. Bij mij is dat in Zottegem. En ik denk dat voor heel veel mensen sinds deze week het eigenlijk heel tastbaar geworden is. Mm-hmm. Sinds iedereen weet, voor mij zal het daar zijn. We weten nog niet exact wanneer, maar iedereen begrijpt het. En men spreekt vaak over de motivatiebarometer. Voor mij is er een andere barometer en dat is de hoopbarometer. En de hoopbarometer is het aantal mensen die vandaag zegt, ik ga mij laten vaccineren. En je ziet week na week dat die hoopbarometer dat die stijgt. Ja. Meer en meer zijn er mensen die zeggen, ik ga het doen. En dat toont hoezeer dat we daar allemaal naar uitkijken. Ja, absoluut. De liberalen staan natuurlijk ook voor een sterke economie. Heel moeilijk voor de zelfstandigen ook op deze moment toch wel. Brengt dat nieuws over dat vaccin dan toch wel duidelijkheid ook voor hen? Hoe belangrijk is het en wat zijn de oplossingen volgens jullie? Maar voor ons is eigenlijk dit jaar het jaar van de hoop. Het jaar waarin we terug de vrijheid gaan hebben om te werken, om een zaak terug open te houden die misschien lang dichtgebleven is. Om elkaars vrienden terug te zien. Ja. Dit is het jaar waar we onze vrijheid terug gaan hernemen. En wij gaan echt operatie vrijheid, zo noemen wij het. Dit is wat we nu moeten brengen. En nu zien mensen tastbaar voor het eerst. Er worden vaccinatiecentra gemaakt. Die vaccins komen, daar zet de federale regering zich voor in. De Vlaamse regering moet zorgen dat die centra er zijn. En tegen maart beginnen we met die grote vaccinatie van de brede bevolking. Eerst de oudsten en dan de rest. Maar laat ons alstublieft hopen dat het zo snel mogelijk gaat. En dat we terug elkaar kunnen zien en terug vrijheid hebben. Want die hebben we heel hard gemist. Dat is de kernwaarde van onze partij. Mm. En we zijn dat kwijtgeraakt vorig jaar. En dit jaar gaan we dat terugkrijgen. Ja, vrijheid, heel erg belangrijk. Maar als we dan kijken wat er in de States gebeurt, dan staat de democratie toch ook een klein beetje onder druk. Hoe kijken jullie daar naartoe vanuit een liberaal standpunt? Onder druk gestaan, anderzijds krijg je toch ook een heel heftige tegenreactie. Hè, van mensen die begrijpen, ja, maar dit gaan we niet laten gebeuren. En ik vind dat je in ons land ook wel die reactie ziet. Ja, onze vrijheden staan onder druk. En je kan niet anders, hè? Want uiteindelijk, voor ons als partij, vrijheid is een concept dat heel gelaagd is. Mm-hmm. Vrijheid wil niet enkel zeggen, ik mag mijn goesting doen. Aan vrijheid heb je niet veel als je in het ziekenhuis ligt met een tube in je mond. Hè? Absoluut. En dus zorgen dat mensen gezond zijn, is de beste garantie dat ze met hun vrijheid ook iets kunnen doen. En dus, denk ook voor ons, is het een moment waarin dat we de discussie over vrijheid een stuk breder trekken dan de karikatuur die er soms van gemaakt wordt. Vrijheid is het grootste goed, maar als mensen vrij zijn, maar ze zijn doodziek, dan heb je er ook niks aan. Dat is essentieel wat Alexander zegt, want je hebt nu andere partijen die ook met vrijheid zwaaien. Maar ze snappen het concept niet goed. Vrijheid betekent niet dat wij zomaar mogen doen wat wij willen en daarmee de vrijheid van anderen in het gedrang kunnen brengen. En we kunnen zeggen, we openen alles, iedereen mag weer doen wat hij wil en andere mensen belanden in het ziekenhuis, sterven, mensen verliezen hun vader, hun moeder, dan pak je de vrijheid van andere mensen af. Dat is niet de manier waarop wij vrijheid invullen. Vrijheid is met respect voor de vrijheid van iemand anders. En daar zal je altijd een balans moeten in zoeken. En dat is ook wat deze regering doet in de maatregelen die ze neemt. Nemen soms vrijheid af, maar voor de vrijheid van anderen om hen te beschermen. En dus we hopen alleen in 2021 dat we iedereen meer vrijheid kunnen geven terug. Dat is een hele mooie nieuwjaarswens eigenlijk. Het is ook de nieuwjaarsreceptie van Open VLD natuurlijk. In 2021, wat wens jij jouw collega-voorzitters toe, bijvoorbeeld Joachim Koens? Joachim heeft altijd zo'n mooie jachtjas aan en ik hoop dat hij voor de lente, mensen kennen een mooie lentejas aan, misschien ga ik een keer meegaan met hem om eens een nieuwe te zoeken buiten het jachtseizoen. Ja. En voor Tom van Grieken? Wat?
Tom van Giek is natuurlijk voorzitter van een partij waarmee wij niet kunnen samenwerken of niet compatibel zijn. Maar als mens heb ik gezien dat hij vader geworden is. En wens ik hem eigenlijk een heel mooi vaderschap toe dit jaar. Ik weet dat hij daar naar uitkijkt. Ja, ik heb hier ook nog een pot met vragen. Vragen die ik eigenlijk niet zelf durf te stellen, maar die jullie aan elkaar mogen stellen. Ik neem er eentje uit en dan mag Alexander beginnen met de eerste vraag te beantwoorden. Let wel, ik heb ze niet zelf opgemaakt, de vragen. Dus, jullie kennen elkaar al lang. Is er nog iets aan Egbert dat we niet weten dat je ons kan vertellen, Alexander? Er is iets, maar ik kan het niet vertellen. Oké. Dat is uit veiligheid. Dat is een zeer diplomatisch antwoord, eigenlijk. Hè? Je blijft bij dit antwoord? Absoluut. Oké, dan gaan we over naar de volgende vraag, die is voor Egbert. Hoe moeilijk is het om op Vlaams niveau met andere partijen te werken dan op federaal niveau? Goh, eigenlijk zou dat niet moeilijk moeten zijn, weet je, omdat in een ingewikkelde structuur bij ons in ons land, ja, je maakt coalities in een stad, in een gemeente, Vlaams en dan in Brussel en in federaal. Maar dat gaat over die bevoegdheden daar. Dus als je daar een deal gemaakt hebt met andere partijen, dan moet je dat gewoon uitvoeren. Mm-hmm. En dat is eerlijk gezegd, we doen ook niet meer dan dat. En wij zijn nu op alle niveaus aan het besturen. Ja, we gaan gewoon correct al die bestuursakkoorden uitvoeren en die zijn op zich niet in strijd met elkaar. Dus eerlijk gezegd, ja, voor ons is dat niet moeilijk. We gaan gewoon correct uitvoeren wat er staat en voor ons is dat geen probleem. Oké, geweldig. Goed antwoord. Over naar de volgende vraag, die is weer voor Alexander. Mm-hmm. Als je één knuffelcontact mag kiezen binnen de partij, wie zou dat dan zijn? Ik heb al gekozen, Egbert. Maar wij zijn eigenlijk vooral mekaars telefoonknuffelcontact. Wij bellen heel veel met elkaar. Maar het zijn altijd heel korte telefoons. Werken de mensen eigenlijk ook van thuis uit bij jullie? Ja, ik heb zeer weinig mensen die bij mij in de 16 zijn. En ik zelf ook. Ik doe eigenlijk heel veel dingen. Ik ben meer thuis dan ik ooit geweest ben. In de voorbije 10 jaar nooit zoveel thuis geweest. Maar ik, dat wil daarom niet zeggen dat ze mij thuis meer zien. Hè. Ik trek mij dan terug in mijn bureau. Het is ook beter dat hij thuis is, want de wifi in de Wedstraat 16 is niet goed. En als hij in het partijbureau zit in de Wedstraat 16, valt hij af en toe is wel eens weg. Maar we zitten hier in het partijhoofdkwartier. Mooi prachtig ingekleed. Gebouw trouwens. Ja, heel mooi gebouw. Maar het staat eigenlijk al een hele tijd leeg. Van zodra telewerking gevoerd is, zit iedereen thuis. En af en toe heb je een keer een teammeeting, omdat het nodig is. Maar het is eigenlijk een beetje jammer voor zo'n mooi gebouw. Ja. Iedereen zit thuis. Ja, jullie zitten hier nu mooi in pak. Is dat dan thuis stiekem ook in een jogging of toch niet? We doen wel een broek aan. Nog één vraag voor jou, Egbert. Met wie uit de oppositie wil je wel eens een pint gaan pakken na corona? Goh, pas op, buiten coronatijd doe ik dat eigenlijk wel af en toe, hoor. Maar iemand met wie dat ik het nu nog niet zou gedaan hebben... Dat is eigenlijk een beetje moeilijk. Misschien een keer met Jean-Marie de Dekker. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan. En ik wil daar eigenlijk wel eens verder mee babbelen. Over zijn straffen. Ja. Het is altijd straffe taal, maar dat lijkt me wel interessant om daar eens een punt mee te pakken. Okay. Ik zou dat eigenlijk eens met Hedebouw willen doen. We hebben totaal tegengestelde ideeën. Maar je moet het wel toegeven. Ja, die man heeft een ongelooflijk talent. Is perfect tweetalig. Ik weet niet of hij alles gelooft wat hij vertelt, maar ik vind wel dat hij een waanzinnig politiek talent heeft. En ik vind dat hij dat ook moet zeggen. En ik denk dat dat eigenlijk wel een aangename is om een paar punten mee te gaan pakken. Ik kan dat bevestigen, want ik ben al met hem naar de voetbal geweest. Voilà. Dus, voilà. Over de voetbal gaan we het straks nog hebben. Okay, maar eerst wil ik heel graag weten waar de grootste uitdaging volgens jullie ligt voor het komende jaar. Goh ja, dat hangt natuurlijk vanaf. Als je het aan Alexander vraagt, zal het over de regering gaan. Dus dat kan hij zelf zeggen. Voor ons als partij moeten wij toch wel onze inhoud eens terug een stukje definiëren. We zijn nu een partij die op alle niveaus bestuurt. En we vieren dit jaar ook onze 175ste verjaardag. Dus daar gaan wij in het najaar eigenlijk een evenement rond organiseren met interessante sprekers. En daarnaast denk ik dat wij daarna ook allerlei denkdagen en evenementen gaan organiseren om onze inhoud een stukje terug scherp te zetten met onze leden, met onze militanten. Alleen moeten we eerst van die corona af, want het is wat moeilijk om zaken te organiseren zolang dat niet kan. Geloof ik, absoluut. Straks zien we trouwens hoe de uitdagingen in de Wedstraat 16 worden aangepakt. Want premier, we hebben jou ook een dag mogen volgen, hè? Ja. Heel fijn. Voor jullie thuis ligt er straks ook nog een uitdaging klaar, want we hebben een open VLD-quiz voorbereid. En je kan uiteraard ook iets winnen. Een horecawaardebon die gebruikt kan worden wanneer het weer mag, ergens in jouw buurt. De quiz is voor straks, maar wat je hier nu al voor kan doen, is via je gsm surfen naar kahoot.it.
Doe dit via je gsm, zodat je via je scherm, waar je deze livestream op kan volgen, nog steeds alles kan zien. Zet daar alles al klaar voor straks, want ik bezorg je dan nog een code om te kunnen inloggen voor de quiz. En dan strijd je straks tegen niemand minder dan de premier en de voorzitter. Maandagochtend in mijn hart. De tijd gaat weer zo tergend traag voorbij. Ik denk alleen aan jou. De regen die nog even valt, geloof je dat de zon straks voor je schijnt? Al lijkt het nu zo koud. En als de storm gaat liggen, blijft de liefde overeind. Geloof in mij. Zowat alle afdelingen van Open VLD in Vlaanderen zagen hun evenementen in het water vallen. Zo ook in het Vlaams Brabant, waar Eva de Bleker op pad ging om militant Dave te bedanken. Geen jaarlijks eetfestijn voor hem dit keer, maar hij deed gewoon voort op een andere manier en met succes. Goedemiddag, dag Dave. Ik kom jou bedanken in naam van Open VLD voor uw inzet voor de afdeling dit jaar. Ongetwijfeld vrij moeilijk met corona, maar ik heb gehoord dat jullie een leuk initiatief hebben gedaan. Dus bij deze. Proficiat, dankjewel. Heel plezant, dankjewel. Zeg Dave, corona heeft wel een enorme impact gehad op jullie afdeling, denk ik. Kan je even vertellen wat er gebeurd is, hoe dat jullie dat aangepakt hebben? We hebben geen fysieke evenementen meer georganiseerd, maar op te lossen door digitaal de digitale kaart te trekken. En wat voor soort activiteiten hebben jullie dan gepland? Traditiegetrouw hebben we de Tiense Frietjes, noemen we dat. Dat is onze restaurantdag die we organiseren in oktober. En normaal gezien hebben we hier in Tiene de Manege, een grote feestzaal die we afhuren. En waar dan er dus verschillende honderden mensen samenkomen om frietjes te eten met stoofvlees of idee. Dat ging nu niet meer. Dat werd dus ook digitaal gespeeld nu. We hebben aan onze leden en sympathisanten gevraagd om online hun bestellingen door te geven. En wij zijn dan eigenlijk het eten, de frietjes, kroketten, alles wat ze wilden, zijn wij dan eigenlijk gaan rondbrengen bij de mensen. Wel, ik denk dat wij hier al een hele pot frietjes hebben. En dus we kunnen hier een soort eigen frietfestijn organiseren. Ja. Heb je online inschrijving voor gezien? Dat moet jij organiseren. Jij bent een expert. 2020 was het jaar van een nieuwe regering, maar nog voor die regeringsvorming in mei mochten alle leden van Open VLD hun stem uitbrengen en een nieuwe voorzitter kiezen. Met 61% van de stemmen werd Egbert Lachaert jullie nieuwe voorzitter en we laten hem graag zelf aan het woord. Dit is zijn nieuwjaarstoespraak, normaal voor een bomvolle zaal met meer dan 2000 militanten, nu hier vanuit het hoofdkwartier van de partij. Ik ben alvast benieuwd naar zijn kijk op 2021, het jaar waarin we allemaal weer de draad opnemen. Liberale vrienden, het is lang geleden dat de wereld zo heeft uitgekeken naar het nieuwe jaar. We worden wel vaker geconfronteerd met een crisis of een tegenslag, maar wat we in 2020 hebben meegemaakt is toch ongezien. De coronacrisis heeft de hele wereld verrast, ons overspoeld. Heel veel Belgen zijn overleden. En iedereen kent wel iemand uit zijn omgeving die er niet meer is. Een vader, een moeder, broer, zus, een kind of een goede vriend die we verloren door dit verschrikkelijke virus. En ondertussen blijven duizenden verplegers, verzorgers en dokters vechten in onze ziekenhuizen en onze woonzorgcentra. We zijn hen zo dankbaar voor hun inzet.
En het is ook voor hen dat we allemaal grote inspanningen leveren om een nieuwe golf te voorkomen. Onze samenleving ging daarom tweemaal op slot. Dat was ongezien, ondenkbaar in een democratie. Ja, het was voor een hoger doel, om kostbare levens te redden, maar dat had wel zijn prijs. Tienduizenden mensen verloren tijdelijk hun job. Horeca, winkels, contactberoepen moesten de deuren sluiten. Elk evenement of cultuurvoorstelling werd geschrapt. Het levenswerk van vele zelfstandigen staat op de helling. Onze kinderen en studenten brachten veel tijd thuis door. Niet altijd gemakkelijk voor de ouders, maar vooral moeilijk voor hen. Kinderen moeten onbezorgd jong kunnen zijn, gek kunnen doen. Corona heeft er bij veel mensen mentaal diep ingehakt. 2020 was een zwaar jaar voor heel veel mensen. Het jaar dat ons leven tot stilstand kwam. Dat we onze vrijheid verloren van de ene dag op de andere. De vrijheid die zo vanzelfsprekend was. We waren vergeten hoe dierbaar ze is. Maar vrienden, 2021 wordt het jaar van hoop en vooruitgang. Het jaar waarin we onze vrijheid terug opeisen, terug herwinnen. En dat is een opdracht voor ons, liberalen. Wij zijn de partij van de vrijheid, van het optimisme en van vooruitgang. Wij hebben de recepten om sterker uit deze crisis te komen. Wij moeten meer dan ooit voorop lopen. Onze vrijheid herwinnen, dat begint natuurlijk bij het uitschakelen van het virus. Onderzoekers en private bedrijven hebben in recordtempo vaccins ontwikkeld. Het is het beste bewijs dat we altijd optimistisch moeten blijven. Ook in donkere dagen. Dat we moeten vertrouwen in de kracht van innovatie. In de markt en bedrijven om nieuwe producten te ontwikkelen. En dat we moeten investeren in kennis en onderzoek. En we mogen ook best fier zijn. Want het vaccin wordt hier in België gemaakt. De eerste vaccins zijn toegediend. En de vaccinatiestrategie geeft hoop. In de zomer moet iedereen ingeënt zijn die dat wil. En het is nu aan alle overheden om samen te werken. Om elk geleverd vaccin zo snel mogelijk in een arm te prikken. Om deze operatie vrijheid tot een goed einde te brengen. We hebben geen tijd te verliezen. Met het vaccin kunnen we stap voor stap ons leven hervatten. En we moeten dat op een slimme manier doen. Want we kennen de gevaren van te snelle versoepelingen. Europa zit in een derde golf, maar wij doen het beter. Daarom moeten we de komende weken nog even doorbijten. Daarna kunnen we voorzichtig naar ons normaal leven terugkeren. Het zal moeilijk blijven om het goede evenwicht tussen gezondheid, welzijn en economie te vinden. Maar één ding moet wel duidelijk zijn. Onze rechtsstaat en onze grondwet moeten altijd overeind blijven. Ook in tijden van crisis. Daar zullen wij liberalen over waken. Een avondklok misbruiken om hangjongeren aan te pakken, drones inzetten om burgers in hun eigen tuin te controleren, binnenvallen in huizen zonder toestemming van de eigenaars, dat kan voor ons totaal niet door de beugel. Dat hebben wij ook tegengehouden. Deze crisis mag geen excuus worden om te raken aan onze meest fundamentele vrijheden. Wij wijken niet voor terroristen, maar ook niet voor een virus. Daarom pleiten we voor duidelijke regels over wat een overheid mag doen in uitzonderlijke situaties. Vrienden, wij liberalen zullen ook het voortouw moeten nemen in de herstart van onze economie. Die gaat door zwaar weer. En er komen nog moeilijke tijden op ons af. Het afgelopen jaar werden heel veel steunmaatregelen genomen. Allemaal met één doel. De jobs van iedereen verdedigen. De zelfstandigen die afzien helpen en onze ondernemingen beschermen. Dit jaar moeten we terug vooruit. We moeten zo snel mogelijk onze economie terug opstarten en een boost geven. Door te investeren in de sectoren van morgen. Door in te zetten op opleiding van mensen. Door ondernemen en werken te stimuleren. Vrienden, wij liberalen weten hoe we een economie laten draaien. En dat is nog altijd de basis van alles. Een goede job, welvaart, een sterke sociale zekerheid en vooruitgang. Daar moeten wij voor zorgen. Daar heeft iedereen recht op. Want het liberalisme is er ook voor iedereen. Niet alleen voor mensen die het al goed hebben, maar voor elke burger die zijn leven in handen wil nemen
om er het beste van te maken. Vrijheid is geen goed dat er enkel mag zijn voor de happy few. Wij vinden dat elk individu, elke mens kansen verdient. Laten we dat ideaal in de praktijk brengen. Zeker nu. We kunnen het ons als samenleving niet veroorloven om mensen achter te laten. Alicia en Hassan, die hier hebben gestudeerd en gewoon willen werken, maar niet eens worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek. Sonja en Erik, die hun job verloren en op hun 55ste nergens meer aan de bak geraken. Laten we eindelijk iedereen echte kansen en echte vrijheid geven. Vrienden, iedereen moet ook verantwoordelijkheid opnemen. Sommige partijen roepen meer dan ooit om een nog grotere overheid. Ze denken dat die alles kan oplossen, maar dat is een fata morgana. We hebben niet te weinig, maar veel te veel overheid in ons land, met hoge belastingen als gevolg. En dat is een bedreiging voor onze welvaart. Onze overheid moet gewoon beter werken, efficiënter, focussen op haar kerntaken. Ons land heropbouwen, dat doen we allemaal samen. Elke burger, elke onderneming, met ruimte voor vrij initiatief. En ook de politiek moet het veel beter doen. Wat heeft de burger aan al dat vingerwijzen en geruzie? Aan de ene regering die wil bewijzen dat ze beter is dan de andere. Aan het polariseren, het ondergraven van ons geloof in onze democratie. Aan het stelselmatig beledigen en aanvallen van elkaar. We hebben gezien in de Verenigde Staten tot welke waanzin dit kan leiden. En mensen zijn dat ook beu. Politici moeten de problemen niet alleen benoemen, ze moeten ze ook gewoon oplossen. Politici moeten verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Zeker in een zware crisis. En dat is waar wij liberalen ook voor staan. Dat is wat wij elke dag doen. En zo hebben wij vorig jaar ook de federale impasse doorbroken. Na maanden van stilstand en geruzie zijn wij erin geslaagd om partijen samen te brengen. Om bruggen te slaan. En nee, het is geen evidente coalitie. Dat weten wij ook. Maar ze bestaat wel uit partijen die elkaar respecteren. Een basisvoorwaarde om samen te besturen in het belang van alle burgers. We hebben een breed centrumakkoord gesloten met realistische antwoorden op de grote vraagstukken waar ons land voor staat. En het is een regering met sterke ministers. Voor het eerst gendergelijk. Evenveel vrouwen, evenveel mannen. En ze wordt geleid door een liberaal, onze Alexander De Croo. De juiste man op de juiste plaats om ons land door deze zware crisis te loodsen. Dat bewijst hij dag in, dag uit. En daar mogen wij best fier op zijn. Wij zorgen voor stabiliteit. Wij zorgen voor zekerheid in de regeringen. Maar we gaan ook de komende tijd keihard werken aan een nieuwe start voor onze partij. Dit wordt een belangrijk jaar. In juni vieren we onze 175ste verjaardag. En daar hoort een mooi verjaardagsfeest bij met onze zusterpartij MR, eens het virus het toelaat. Een feest om onze vrijheidsideologie, het liberalisme, in de kijker te plaatsen. De aandacht te geven die ze verdient. Want heel onze samenleving is gebouwd op onze idealen. Een democratische rechtsstaat, een vrije economie en een vrije markt, de vrijheid en zelfbeschikking van het individu, te zijn wie je wil zijn. Ik ben als liberaal fier op die principes. Wij zijn en blijven de partij van vrijheid, van kansen, van vooruitgang en van de toekomst. En met dat liberaal kompas gaan we het land uit de crisis loodsen. Met dat liberaal kompas gaan we onze partij ook vernieuwen. Samen met jullie wil ik de komende jaren schrijven aan een nieuw verhaal. Met frisse ideeën en een sterke ploeg om opnieuw te groeien. Vrienden, 2020 was een rampjaar waarin we onze vrijheid verloren. 2021 wordt het jaar van de hoop. Het jaar waarin we onze vrijheid opnieuw opeisen. Binnenkort gaat onze economie weer open. Binnenkort pakken we weer samen een pint. Binnenkort pakken we elkaar weer vast. Binnenkort zullen we terug vrij zijn. Ik wens jullie een gelukkig nieuwjaar.
show me how to love, maybe going through it all once. Now you don't even have to do too much, you can tell me all with just a touch, baby. I look around and since the city's cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're right. Ik krijg spontaan goesting om te dansen. Ik werd nog heel even over jouw toespraak. Samenwerken, daar ging het over. Gebeurt dat nu dan nog niet voldoende? We zijn verplicht van samen te werken, maar je ziet in de politiek zoveel gekrakeel, geruzie. Ik denk dat de mensen daar eigenlijk op dit moment geen enkele boodschap aan hebben. Het is al moeilijk genoeg. Iedereen ziet af. Zit mentaal ook een beetje, de bevolking zit wel diep. Hè. We zitten al zo lang alleen thuis. 1 of 2 knuffelcontacten. Sommige mensen mogen hun job niet uitoefenen. Ja, wat ze van de politiek willen zien, is dat die samenwerkt. En welke regering dat ook is, of dat de federale van Alexander is, of die Vlaams. Het heeft geen zin van te bewijzen, wij werken beter dan een andere. Je gaat het samen moeten doen. We gaan samen uit deze crisis moeten gaan. En wij gaan ons daar volop voor inzetten. Fantastisch. Straks geeft onze premier nog een inkijk achter de schermen van de Wetstraat 16. En hebben we een quiz voor jullie klaarstaan waar je de leuke horeca-waardebon mee kan winnen. Maar eerst iets helemaal anders. Je kon dit jaar niet hier komen toasten op het nieuwe jaar, helaas. Maar er waren wel Aperoboxen die je kon kopen. Die zouden, als alles goed is, bij jou thuis moeten zijn op dit moment. Santé dus trouwens. Nu, door zo'n box te kopen steunde je het Kinderarmoedefonds. En een van de initiatieven van dat fonds ligt in Oostende. Ja, dit jaar geen traditionele nieuwjaarsreceptie waar we allemaal bij elkaar kunnen komen, maar wel een alternatief in de verkoop van Aperoboxen voor het Kinderarmoedefonds. En één van die zaken die gesteund worden is het Kapoentje in Oostende. Het Kapoentje in Oostende is al meer dan 30 jaar bezig met het ondersteunen van gezinnen. Want zeg nu zelf, elke mama, elke papa wil het beste voor zijn kind. Schepen Hinabati ging naar één van die mama's en toont u aan waarom dit zo belangrijk is. Ik ben Shelley, ik ben 32 jaar. Ik woon in Oostende. Ik heb 3 kindjes. Keanu van 12, Nalani van 8 en mijn jongste Camille van net 3 jaar geworden. Een tweetal jaren geleden zijn mijn kinderen hier terecht gekomen omdat ik eigenlijk op dat moment niet de mogelijkheid had om voor mijn kinderen te zorgen. Wat hebben ze hier concreet gedaan voor jouw kinderen? Zij hebben eigenlijk op dat moment onderdak gegeven aan mijn kinderen, terwijl ik dan eigenlijk niet in de mogelijkheid had om ze bij mij te houden. Zij hebben zowel mentaal klaarstaan voor de kinderen als op de praktische vlakken, het eten geven, het verzorgen, het wassen, de dagelijkse taken eigenlijk. Wat deed dat met jou, het feit dat je je kinderen moest laten opvangen door een organisatie? Het is nooit gemakkelijk om je kinderen eigenlijk op dat moment aan een wildvreemde over te laten. Het feit was wel dat ik hier eigenlijk ook zag, dag en nacht eigenlijk terecht kon. Van, ik kon hier dagelijks komen, ik mocht meehelpen met de verzorging eigenlijk van mijn jongste, want mijn dochtertje van 6 die ging dan naar school. Dus ik kon ook wel helpen het eten geven, het spelen, dus hetgeen dat je dan eigenlijk mist. Dan kon je dat toch nog steeds ervaren, maar ja, het feit dat je ze moet achterlaten blijft wel enorm emotioneel heel zwaar. En moest je nu eigenlijk iets kunnen meegeven aan mensen die een organisatie als het Kapoentje steunen, wat zou je willen meegeven? Ja, ik denk dat het eigenlijk uitermate belangrijk is dat eigenlijk mensen
vooral die taboe doorbreken. En ondersteuning is voor iedereen heel belangrijk. Ook al word je dus naam gekregen van kansarmoede. Als ouder doe je altijd alles voor je kinderen. Of dat nu de goede manier of de slechte manier is, laat ik maar zeggen. Is het belangrijk dat je als ouder weet dat er zo instanties bestaan. En zonder hulp wordt het voor deze instanties heel moeilijk eigenlijk om verder de goede daden eigenlijk te doen. En dat is zo van groot belang. Als je nu terugkijkt naar die donkere periode van een aantal jaren geleden en de weg die je ondertussen hebt afgelegd, het traject dat je hier ook hebt gevolgd, hoe gaat het nu met jou? Met mij gaat het eigenlijk heel prima. Ik heb 2 heel zware jaren achter de rug. Maar ondanks dat heb ik via het CKG Kapoentje ook de kans gekregen om een opleiding te volgen, dus ook eigenlijk om mijn diploma te halen. Ik had voor het gezin eigenlijk geen diploma. Dus ik studeer nu eind januari af en dan heb ik mijn diploma in handen als kinderverzorgster. Dat is heel tof, proficiat. Dank u. Shelley, heel erg bedankt om uw getuigenis te delen met de mensen. Dank u wel, dat is graag gedaan. Een mooi project daar in Oostende en een moedige getuigenis. Daar kan je alleen maar respect voor opbrengen. Als ik het goed heb, hebben we ook nog een boodschap van de ambassadrice van het Kinderarmoedefonds voor jullie klaarstaan. Beste Egbert en alle leden en sympathisanten van Open VLD. Het is Christel Verbeke hier. Ja, sorry dat ik jullie nieuwjaarsreceptie kon verstoren, maar ik heb heel goed nieuws. Ik heb namelijk vandaag een hele grote, mooie cheque mogen ontvangen. Die cheque die komt van jullie actie met de Aproboxen. Dat was blijkbaar een heel groot succes. Dat kan ook niet anders met al die grootse ondernemers bij jullie. Ik hou jullie niet langer in spanning. Het fantastisch grote bedrag dat op die cheque staat is 10.500 euro. Ja, dat is echt een heel groot bedrag. Daar zijn we heel blij mee. Wat doen we nu met die centen binnen het Kinderarmoedefonds? Wel, wij kiezen ervoor om vooral innovatieve en langlopende projecten te ondersteunen. En dat zijn vooral projecten die zich gaan focussen op jonge kinderen. De leeftijd tussen 0 en 3 jaar. Want het is ondertussen wel heel duidelijk dat als je van in de wieg te kampen krijgt met minder kansen door armoede, dat je daar eigenlijk heel je leven wel last van hebt. En dat je al onmiddellijk een grote achterstand hebt. Dus we vinden het heel belangrijk om daarop te focussen. Ja, ik zou zeggen, kijk eens op de website van het Kinderarmoedefonds. Daar vind je heel veel informatie. En ik mag ook een primeur meegeven, want vanaf februari gaan wij een oproep doen naar organisaties en projecten in het kader van alleenstaande mama's te ondersteunen. We vinden dat heel belangrijk en we horen ook dat het voor hen nog moeilijker is. Dus voilà, deze primeur die geef ik graag aan jullie mee. Voor de rest wil ik jullie een fantastisch 2021 wensen. Echt heel veel geluk, goede moed en een goede gezondheid. En in naam van alle kinderen, dank u wel. Wauw, Alexander en Egbert, 10.500 euro, dat zijn serieus wat kavatjes, hè? Dat is waar, maar dat is dankzij onze leden die, toen we die Aperoboxen ter beschikking stelden, wisten we, die gaat dat iets geven, gaan mensen dat bestellen. Maar we zijn gestopt bij 2.000, maar dat was eigenlijk vrij snel, na een paar dagen, al uitverkocht. Ja. Dus we zijn blij dat we een deel van de opbrengst daarvan kunnen weggeven hebben. En kinderarmoede is toch iets voor liberalen wat belangrijk is. Want als je als kind geen kansen gekregen hebt in het leven, kun je ook niet vrij zijn. Dus wij zijn de partij van de vrijheid, maar kinderen die geen kansen krijgen, hebben geen vrijheid. Dus voor ons is dat echt een strijd die we moeten opnemen. Fantastisch. De Aperobox bij jullie thuis die maakt dus wel degelijk een verschil. Een zeer mooi initiatief. Ook de gemeentebesturen hebben in coronacrisis alles in het werk gesteld en sociaal beleid gevoerd om niemand achter te laten. Lydia Peters ging Stefanie Schepen voor Sociale Zaken in Ham bedanken voor haar werk het afgelopen jaar. Dag Stefanie, goedemorgen. Een klein geschenkje voor u. Amai, dankjewel. Voor uw inzet het voorbije jaar. Een heel moeilijk jaar geweest, denk ik wel. Een heel bijzonder jaar, alsjeblieft. Dankjewel dat jullie daaraan denken. Ja, Stefanie, 2020, een heel bijzonder jaar. Nu hier in Ham. Jullie hebben ook een aantal bijzondere sociale initiatieven genomen, denk ik. Kan je daar iets meer over zeggen?
Ja, dat klopt. We hebben zeker niet stilgezeten. We hebben heel wat mooie acties op poten gezet hier in onze gemeente. Enkele daaronder is onze wensboomactie, onze geboortebox en onze pamperbox en de speelbox. En die wensboom, wat is dat juist? Wat houdt dat in? Ja, onze wensboom is een echte kerstboom die geplaatst is in onze bibliotheek. En kinderen die de kwetsbare gezinnen wonen, kunnen eigenlijk een wens opschrijven die ze graag willen ontvangen onder een pakje onder de kerstboom. Want we willen voor elk kind een ham, een warme kerst. Dat was eigenlijk een cadeautje eigenlijk. Ja, en dat was mijn boodschap, die moest zo overkomen. De inwoners van Ham mogen heel tevreden zijn met een ondernemende schepen als u. Dank u wel. Ja. Ja, het blijft hier natuurlijk wel de nieuwjaarsreceptie. Hoe hebben jullie eigenlijk het eindejaar beleefd? Voor mij was het kerstavond met mijn zoontje alleen. Eigenlijk. Ja. Ik heb zelf gekookt en hij leeft nog. Dus, en hebben jullie ook gezelschapsspelletjes gespeeld? Ja, ik heb niet zelf gekookt. We hebben, hoe heet dat spel? Ticket to Ride. Dus zo'n soort treinspel. En mijn kinderen spelen dat super graag en we hebben dat gespeeld. Ja. En kunnen jullie dan tegen jullie verlies? In spelletjes niet zo goed. Nee. Nee. Want dat zal nu wel belangrijk zijn. Het is namelijk hoog tijd om je te installeren voor de liberale quiz. Surf naar kahoot.it via je gsm en dit is de code. 9363614. Ze staat ook in het scherm. Die code mag je invoeren om mee te spelen. Dan kan je je naam invullen. Bedoeling is dat je je echte voornaam en achternaam gebruikt, zodat we de winnaars makkelijk kunnen bereiken na de quiz. Quizzen doen we meteen na dit nummer van onze geweldige band. I told you the night that we first met, a heart can be a lonely hunter. Keep your feet on the ground when your head's in the clouds. It's black and blue, what love can do. Treat me good, I'll treat you better. Hold on tight, it's fight or flight when you hit on the ground. The adrenaline comes rushing in when the sky turns black. Ik hoop ondertussen dat het systeem niet gaat crashen, want jullie zijn met honderden aan het inschrijven voor de quiz. Hoe leuk is dat voor jullie om te zien dat jullie zo geëngageerde leden hebben? Maar we hebben fantastische leden en het is een zwaar jaar geweest voor hen om niet te kunnen buitenkomen en elkaar niet te zien. Maar als je dat ziet, en ik zie ook veel afdelingen die zo digitale nieuwjaarsreceptie doen, het enthousiasme blijft er, dus dat is fijn. Fantastisch. Inschrijven, dat gaan we nu niet meer doen. We gaan beginnen, want het is zover. Met een aantal meer keuzevragen willen we jouw kennis over de partij testen. Het zijn niet de moeilijkste, maar ook niet de makkelijkste vragen. Wie zal zich tot Open VLD quizkampioen kronen? De voorzitter en de premier die doen uiteraard ook mee. Heren, jullie hebben bordjes met kaartjes, dus het is de bedoeling dat jullie die zo openhouden. Welke coalitie poogde onze voorzitter deze zomer te vormen met N-VA, S-PA, CD&V, CDHMR en Open VLD? Is dat rood, de Arizona-coalitie, blauw, de Utah-coalitie, geel, de Florida-coalitie of groen, de Nevada-coalitie? Is dat rood, Arizona, blauw, Utah, geel, Florida of groen, Nevada? Het is ook belangrijk om zo snel mogelijk te antwoorden, want het is niet alleen het juiste antwoord dat telt, maar ook wie het snelste is. We geven namelijk 3 leuke horecachecks weg. En zo dadelijk gaan we te weten komen wat het juiste antwoord is op deze vraag. Ik ben benieuwd of de premier en de voorzitter het ook weten, maar ik denk het wel. Ik denk dat ze dat toch wel zouden moeten weten. Spannend is dat die eerste vraag van deze quiz jullie kunnen
nog 14 seconden meedoen. Snel zijn is dus de boodschap. Vul jouw antwoord in op deze eerste vraag van de Open VLD Nieuwjaarsquiz. En het antwoord op die vraag luidt als volgt. Het is de Arizona-coalitie, maar die is het uiteindelijk natuurlijk niet geworden, hè? Nee. Dat was een eerste poging. Was we nogal creatief. De PS er niet bij. Dat was nog niet geprobeerd. Maar jammer genoeg niet gelukt. En dan iets anders gedaan dat beter werkte. Dus, ja. Het is de Vivaldi-coalitie. Maar ik wil natuurlijk ook wel kijken wat jullie antwoord is op de vraag. Ja, uiteraard, jullie wisten het. Even kijken naar een tussenstand. Lucas Leysens die staat van boven. Die is het beste aan het doen. Dus snel zijn is ook de boodschap. Wij gaan over naar de volgende vraag van onze quiz. Welke mascotte gebruikte de partij vroeger in haar logo toen ze nog PVV heette? Is dat rood het vrijheidsbeeld, blauw de eekhoorn, geel het spaarvarken of groen de leeuw? Welke mascotte gebruikte de partij vroeger in haar logo toen ze nog PVV heette? Ja, jullie hebben nog 45 seconden om te antwoorden. Blijf ondertussen ook wel kijken naar het scherm, maar ook naar je gsm om die vraag zo snel mogelijk goed te beantwoorden. Ik zie de voorzitter en de premier hier al heel rustig op het gemakje zitten. Toch niet zo, Egbert? Toch wel. Ik ga straks nog vragen hoe dat net komt, want ik ben benieuwd eigenlijk wat het juiste antwoord is en waarom dat het logo was. Maar we moeten daarvoor nog heel even wachten tot iedereen daar thuis wel degelijk gestemd heeft met die Aperobox. Daarbij niet te veel cava drinken, zodat je nog goed kan nadenken om eerst die vragen te beantwoorden natuurlijk. Hè. Het juiste antwoord op de vraag welke mascotte de partij vroeger in haar logo had, luidt als volgt. Dat is de eekhoorn, inderdaad. Waarom is dat eigenlijk de eekhoorn? En wisten jullie het? Ja, uiteraard. Ik denk dat de eekhoorn een zeer spaarzaam dier is. Hè. Die legt reserves aan voor de winter. En als liberalen springen wij ook zorgvuldig om met geld. Die hebben ook van die schattige kaakjes natuurlijk. Ja, en dat springt zo vooruit. Hè. Dat is wat wij willen natuurlijk heel actief vooruit springen. Dat heeft ook wel een kleine winterslaap natuurlijk. Hè. Dus laten we hopen dat maar dan af en toe mag dat. Af en toe een klein winterslaapje, dat kan. De derde vraag luidt als volgt. Matthias de Klerk is een buffalo. Alexander de Croo is een Anderlecht fan. Maar voor wie supportert Egbert? Ja, Egbert, jij mag natuurlijk niet antwoorden op deze vraag. Daarom dat ik het daarnet zei dat ik jou een halt toeriep. Want het ging over voetbal en ik dacht, dat komt hier niet goed. Dat mogen we nog niet weten. Is dat rood voor Standaard Liège, Standaard Luik? Is dat blauw voor AA Gent? Is dat geel voor Den Antwerp? Of is dat groen voor Club Brugge? Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet heel veel van voetbal ken, maar het is toch wel iets waar alle mannen mee bezig zijn, toch? Hè? Of sommige vrouwen ook, hoor. Dat is waar. Maar is het jullie favoriete ontspanningsmanier, even voetbal kijken? Goh. Als ze winnen wel, maar tegenwoordig is dat bij Anderlecht geen garantie. Dus, Ik kijk wel elk weekend hoe slecht of goed dat ploeg ook speelt, probeer ik te kijken. Maar ik speel zelf ook nog voetbal en minivoetbal. Dus, fantastisch. Ja. Vrijdagavond is mijn vaste voetbalavond, maar door de maatregelen is dat sinds oktober. Ja, ik bel elke week eens naar hem om te vragen wanneer dat ik terug mag voetballen. Maar de kappers hebben toch nog voorrang eerst. Ja. Dus, ik denk het wel. Als ik daarnet Bart Ommelijn zag, dan hebben de kappers nog voorrang. Standaard Luik is het juist. Antwoord op deze vraag. We gaan even kijken naar een tussenstand. Stijn de Lener die stond er net bovenaan, maar nu is het Evi Huygen, Morgan Lambrek en Hannes van Parijs. Die doen het beste. Snel zijn is dus wel degelijk de boodschap. Nog twee vragen te gaan. We gaan meteen over naar die volgende vraag natuurlijk. Hè. Voor de volgende vraag moet je goed kijken, want wie is de sympathieke man die er verstopt zit in dit raster? Is dat rood Karel de Gucht, blauw Patrick de Waal, geel Herman de Croo of groen Willy de Klerk? Goed kijken is de boodschap. Hij verschijnt daar stilletjes aan. En Alexander en Egbert die hebben een kaartje al genomen. Die hebben al gekozen wie het is. Die zien het al. Is dat rood Karel de Gucht, blauw Patrick de Waal, geel Herman de Croo en groen Willy de Klerk? Ja, Herman de Croo die zou je meteen herkennen natuurlijk. Hè? Ja. Alexander, dat zou niet goed zijn, moest je dat niet zien. Het raster is intussen helemaal weg. We zien nu volledig wie deze sympathieke man is. Een extra tip van de sluier werd dus al gegeven. Snel zijn, als je het niet weet, doe dan toch een gokje. Wie weet ben je wel juist.
Dus snel zijn is de boodschap. Nog 10 seconden voor jouw antwoord. En dan rest er alleen nog maar de laatste vraag voor we weten wie er met die leuke horeca-checks aan de haal gaat. Willy de Klerk is het juiste antwoord op de vraag. Bijna iedereen had dit ook juist van de mensen die aan het meespelen zijn. En Alexander en Egbert hebben het uiteraard ook juist. We gaan over naar de laatste vraag van onze quiz. En die luidt, welke boodschap plaatste Vincent van Quickenborne bij deze opmerkelijke foto op Twitter? Is dat rood? Open de kappers. Blauw? Coronakoep. Geel? Bril kwijt. Of groen? Alea jacta est. Wat is het juiste antwoord op deze vraag? Ja, Twitter, zitten jullie daar ook regelmatig op trouwens? Ja, maar eigenlijk is het niet het leukste sociaal medium. Er is heel veel agressiviteit op Twitter. Wat gebruiken jullie dan graag? Als beetje social? Alles, denk ik. Maar, ja, een beetje alles, maar ik kijk er nu eigenlijk ook toch wel minder naar dan vroeger. Ik heb ook zoveel andere dingen te doen. Ja, ik kan me voorstellen inderdaad dat het een drukke agenda is. Instagram is eigenlijk het leukste op dit moment, vind ik. Facebook is ook heel veel bulk eigenlijk op dit moment. Het is ook wel leuk om de mensen zo'n kleine inkijk te geven in hoe jullie dagen eruit zien natuurlijk. En daarvoor is Instagram eigenlijk wel best. We zien direct de winnaars. Eerst natuurlijk het juiste antwoord op deze vraag. Dat was uiteraard de coronakoep. En de winnaars die worden nu bekendgemaakt. Hadden jullie het juist trouwens van de coronakoep? Ja, zeker, uiteraard. Evi Huigen is op nummer 3 geëindigd met 4.440 punten. Dillies de Pesse 4.440, maar iets trager. En op nummer 1 is dat Hannes van Parijs met 4.445 punten. Jullie krijgen een hele mooie horeca-check. Proficiat, we contacten de winnaars en ook proficiat aan natuurlijk de premier en de voorzitter. Online quizzen, misschien ook iets voor op de ministerraad? Nee? Goh, we hebben zo al genoeg moeilijke vragen te beantwoorden. Hè? Ja, oké. Okay. Want online quizzen, aperitieven, we hebben ons in 2020 sociaal moeten heruitvinden natuurlijk. Ook jongeren hadden het moeilijk. Vincent van Quickenborne trok naar Izegem om de jongerenvoorzitter en OCMW-raadslid en bij uitbreiding alle jongeren, en daar hoort hij zelf ook nog een beetje bij natuurlijk, persoonlijk een hart onder de riem te steken. Matthias Linkrecht? Zou dat zijn? Matthias, ik heb iets speciaals meegebracht voor u. Dank u wel. Een biermand met Kortrijkse bieren. En we doen dat omdat we speciaal mensen in de bloemetjes willen zetten met onze partij. Die iets betekenen. En zeker jonge mensen die het niet gemakkelijk hebben in deze coronatijden. Nee, het is inderdaad een simpel momenteel. Heb je speciale dingen gedaan tijdens corona? Wel, met Jong VLD Izegem na in mei, na de eerste golf, zijn we naar al de rusthuizen, de woonzorgcentra en het stedelijk ziekenhuis geweest met bloemen. Om de mensen die in de zorg werken, de zorgverplegers, de hulpverplegers, een keer in de bloemetjes te zetten, omdat wij vonden dat ze dat verdienden. Dat moest ik eens gezegd worden, die mensen dan zich door de eerste golf verslaan. Enorm zwaar, enorm moeilijk. En ze hadden met glans doorstaan. Hij bent student in Brussel 2020. Hij is een bijzonder jaar voor u geweest als student. Hoe heb je dat beleefd? Het was zoals vele studenten een lastig jaar. Maar wat ik toch aan het tonen in de coronaperiode, wat dat positief is voor mij, is dat er zoveel video's waren van de lessen, de oefening. Als je het niet verstaat, bekijk je het opnieuw. En voor mij is dat een heel grote hulp. Dus corona en digitalisering en onderwijs eigenlijk wel een goede stap geweest? Ja, dat is een boost geweest voor onze universiteit alleszins. Okay, goed. Maak er een fantastisch jaar van. Geniet van het Bellahams bier. Bedankt. Ik ga daar zeker gebruik van maken. Nadat de coronamaatregelen wat versoepeld met mijn vriend, dat gaat zorgen voor een leuke avond. Tof, Matthias. Bedankt. Meneer Van Quickenborne. Salut. Dag. Alexander, jij moet vaak heel vroeg opstaan, hè? Ja. Zo, ook als de ploeg die jou heeft gevolgd een tijdje geleden een dag met jou meeliep, is dat vaak zo dat het heel vroege dagen zijn? Ja, als je de dag vroeg begint, dan kan je veel doen. En er is heel veel te doen in deze periode. Ik ben zelf niet per se een fan van vroeg opstaan, maar tijdens de week, het is een gewoonte geworden. Oké. Okay. Alexander De Croo leidt sinds oktober de nieuwe federale regering. Die staat voor de grote uitdaging om ons land door deze crisis te leiden en daarna opnieuw te herlanceren. Gelukkig heeft hij al enkele jaren in de wedstrijd op de teller, maar we vroegen ons toch af hoe het eraan toe ging zo in de wedstrijd 16. Morgen.
Normaal gezien, dinsdag en donderdag breng ik mijn zoon naar school. En deze keer lukt dat. En daarna, ja, een drukke dag, veel werk in het parlement en op vergaderingen. Maar samen met mijn zoon naar school brengen, daar kijk ik altijd naar uit. Let's go. Het is dezelfde school waar ik vroeger gezeten heb. Dus twee keer per week een klein beetje nostalgie. Krijg ik dat zin van die Gabriel? Ja. Oké. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Premier. Voilà. Dat was goed. Bah ja. Elke dag een beetje beter. Ja. En meer vaccins, hè. Allee, tot de volgende. Ja. Fijne dag nog. Ja, voor u ook. Elke dag bepaalt zich in de loop van de dag. Hè. Het feit dat we parlement hebben, dat wisten we. Maar wat gebeurd is gisteravond, ja, bepaalt heel sterk wat er vandaag gebeurt. Ik wil de quote van Merkel erin. Meppen op Trump, dat zou ik niet doen. De wereld, een man die zijn ego boven het algemeen belangplaats, zou ik niet doen. En zoals dat was zeer verontrustend. In een ander land zou dat aanzien worden als een staatsgreep. Dus een poging tot staatsgreep. Ja. Oké, okay, let's go. Maar even een quote doen voor VTM. Zij is er al. Aan een beetje wachten. Ik denk vooral dat je er moet in slagen om een sterk team rond u te hebben. En een sterk team van medewerkers die je 100% kunt vertrouwen. En die echt, ja, voor u de machine kan zijn die alles doet draaien. En ik heb, ja, geluk om een zeer sterke ploeg rond mij te hebben. Zij is daar? Tom? Ja. Wat doen ze? Alles in één keer of één voor één? Oké. Wat we gezien hebben is bijzonder verontrustend. Mocht zoiets in een ander land gebeuren, het bestormen van het parlementsgebouw, ja, dan zou men zeggen dat het een staatsgreep is. Wij twee even met Geert een kwartiertje om door de... We moeten gewoon voor de plenaire kunnen. Ja, ça va. En? Oké, maar stuur het al op, dan bekijk ik het nu al. Heb je al een overzicht? Nee, maar ik denk dat er een stuk of 6-7 zijn met de twee van de les. En dan een gedeeld debat met Van den Broeke over corona. Ik zal eens vragen aan Thomas of hij al een overzicht heeft. Ja, oké. Okay. Ik zit ondertussen aan 12 punten die we besproken hebben. Dus we hebben heel veel dingen besproken die te maken hebben met de bevoegdheid buitenlandse zaken, maar ook met het algemeen, hoe pakken we de crisis aan. Het gaat toch over een paar delicate onderwerpen, Verenigde Staten, ook vaccinatiestrategie enzovoort. Oké, okay, let's go. Nu moet ik inderdaad wel beginnen met voor te bereiden. Straks een succes met de plenaire. Dank u. Ik ben altijd wel een beetje op de laatste knip, dus het begint binnen 10 minuten. En ik heb altijd een tijd nodig tot het einde om het helemaal te doen. Zover staan we daar hier niet vanaf, hè? Nee. Dat mogen we straks wel doen, Rufie. Ja. Goedemiddag. Patrick. Nee, is het goed op tijd? Ja, ik weet als jij... Als jij de leider van de verdediging van de meerderheid komt, dan moet ik daar zijn. Hè. Het zal een collectieve doelstelling zijn, een collectieve inspanning. Net zoals het bedwingen van de eerste en de tweede golf ook een collectieve inspanning was. Een collectieve inspanning waar verschillende regeringen zich gevonden hebben en begrepen hebben dat als we samenwerken, dat we ongelooflijk veel zaken kunnen doen. In deze crisis... Je hebt bijzonder veel zaken die je moet doen met de Vlaamse regering, met de Brusselse, met de Waalse regering. Dus je bent continu eigenlijk bezig om die lijnen zo goed mogelijk aan te houden en om iedereen op dezelfde niveau van informatie te houden. Maar we zijn zo'n warme partij en op die nieuwjaarsreceptie is dat eigenlijk het moment waar we elkaar terugvinden, waar we aan elkaar kunnen spreken, een glas kunnen drinken, elkaar een keer kunnen vastpakken. Als er één ding is wat ik echt zou willen, is dat de volgende nieuwjaarsreceptie, dat we die terug samen kunnen doen. Het glas heffen op 2021, dat doen we virtueel. Het glas heffen op 2022, dat gaan we samen doen. Het was leuk om jullie mee te pakken. Het was niet verveeld. We'll be right back.
Ja, het glas heffen op 2022, dat doen we samen. Ik hoor het u heel graag zeggen en laten we hopen dat het inderdaad zo gaat zijn, hè, Alexander. Ja, ik denk dat we er allemaal ongelooflijk naar uitkijken. Fantastisch. Ja, Egbert, jij bent ook op pad geweest, hè? Ja, dat is juist. Het ging eigenlijk over een koppel dat al zo lang lid was van onze partij. Tientallen jaren. Die mensen zie ik ieder jaar op een traditioneel eetfestijn van hun afdeling. Maar dat kan allemaal niet doorgaan. En omdat ze al zo lang lid waren van onze partij, zijn we ter plaatse gaan kijken. Geweldig. Ja, er zijn talloze militanten die al hun leven lang en onvoorwaardelijk de Liberale Partij steunen in goede en in kwade dagen. Velen hebben al een mooie leeftijd bereikt en daardoor is het voor hen ook een moeilijk jaar geweest in 2020. Thuis, in een kot, zonder de blauwe eetfestijnen en de bestuursvergaderingen. Ook onze voorzitter kon het dus niet laten om langs te gaan bij twee speciale en deze keer oudgediende militanten van de partij. Dag José. Hoe is het? Hoi. Ik kom een keer een bloemetje geven. Dat is wel, het is op onverwacht, maar ja, we hebben dat klaargemaakt voor u, voor nieuwjaar. En omdat we weten dat het moeilijk is voor iedereen. Hè. Dat heb je gedaan verleden jaar, want ja, met die corona was het niet simpel. Hè. We zijn zo gestopt, we waren goed aangezet. Ja. Onze ja. Branche was goed geweest. Ja. Nog een paar maanden hebben we nog een beetje gehad, ons kaart denken. En keer dat we weer goed aangezet zijn, is alles weg. Is alles weg. Ja. En van dan zit het thuis eigenlijk. Alles, alles. Ja. Thuis, niet meer bij hen geweest. Naar een zanger gingen we gaan kijken. Ja, allemaal af. Niet kunnen doen. Allemaal afgeschaft. Allemaal afgeschaft. Ja. Ja. In het begin heb ik het kijk moeilijk gehad. Maar ik kan dat verstaan. Het is voor iedereen moeilijk. Ja, ja, ja. Ja. En je hebt er zo wel wat meegemaakt in je leven. Kun je dat met iets vergelijken dat je iets anders al meegemaakt hebt? Ja, de oorlog. De oorlog. Was dat een beetje hetzelfde? Of hoe was het? Veel beter. De oorlog, iedereen helpt iedereen. Ja. En gezaagd, onze wij waren boeren in Bartemaria leven. En mijn moeder maakte gepap. En het was gezelliger. Right, het was geen een oorlog voor, maar ik had nog liever of die. Ja, ja, ja. Je bent bij de mensen kunnen. Je bent opgesloten, hè? Ja. Je bent opgesloten. Het was hopen van het jaar dat het allemaal beter wordt, hè, dus dat we weer kunnen buiten komen. Ja. Als het beter weer wordt, dan we elkaar weer kunnen zien. Hè, ja, natuurlijk. Ja, ik hoop dat je content zit met je bloemetjes. Dank u wel. Ja, dank u wel. Het wil er heel goed van dit jaar. Het is allemaal best. En dat we elkaar volgend jaar terugzien op activiteiten in Laat. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dank u. Dank u. De oorlog was het gezelliger, hoorde ik Roger en Astrid zeggen. Ja, dat vond ik echt iets dat mij opviel. Die mensen hadden de oorlog meegemaakt en je vraagt de vergelijking met nu en dan. Dat ze zeiden, de oorlog was eigenlijk gezelliger. Ja. Ja, dan toont ook wel aan allee, hoe erg het ook wel is voor veel mensen nu. Maar ik denk dat ze wel heel blij waren met jouw bezoekje, dat kon je wel zien. Hè? Ja, dat denk ik wel. Ik wil jullie bedanken voor deze geweldige nieuwjaarsreceptie en dat ik erbij mocht zijn. En met Roger en Astrid, twee kranige open VLD'ers, komen we bij het einde van dit online event. Ik neem afscheid van de voorzitter. Van de premier, onze band en van jullie thuis en wil jullie graag een gewoon, normaal 2021 wensen. Voor mij hoeft het geen uitzonderlijk jaar te worden. Laten we maar teruggaan naar het oude normaal. Blijf gezond en blijf nog even hangen ook, want ik heb als uitsmijter nog Lisette Maneza, een kei in slam poetry. Zij geeft als woordkunstenaar haar eigenzinnige blik op het voorbije jaar 2020. Tot nog eens. Geluisterd naar deze... naar de gesprekken vandaag en meegeschreven. En ik wil eigenlijk heel graag spelen met de band die achter mij staat. En ik hou van live en improvisatie. Dus ik ga jullie een gevoel meegeven dat jullie gaan spelen. En het gevoel is eigenlijk een nieuw begin. Zoals wanneer je, wanneer je hart gebroken is en toch word je opnieuw verliefd. En toch... Toch geloof je weer in de liefde. Zoiets. En dan mogen jullie strakjes inspringen. Ja. Of nu mag ook. Januari 2021. Ze schieten op ons. Doordat ze schrikken van ons. Hoor ik ergens door de ruimte heen galmen. De mannen en vrouwen in pak ze zijn gearriveerd. Zoals nu, eindelijk de winter sneeuwt zo, zo zacht is de wereld bij lange na niet meer geweest. Zoals de champagneflessen, op een beperkt oud en nieuw staan de gesprekken te bubbelen, te popelen om gevoerd te worden. De kijkers in de YouTube-chat om gevoed te worden.
Zoals de muzikanten die voor ene keer weer spelen kunnen en ene keer beginnen rocken. Zoals jonge kinderen die in de wieg al kansen krijgen, zo. Zo klinkt het begin. Politiek. Terugbrengen naar de essentie. De vraag luidt. Zijn jullie eigenlijk vrienden? Ja, nee, of liberale vrienden op zijn minst? Ja? En een anekdote over de zoon van een nuchtere man. Over gezelschapsspelletjes, over klein zijn, affiches en kaarten rondbrengen voor de partij. Over veilig ondernemerschap. Geen fan zijn van dat vroege opstaan en voorzitterschap ten midden de tastbare crisis. Maar ook over een stijgende hoopbarometer. Zo begint het jaar. Zo begint het jaar van de hoop. Onder druk staande democratie, een operatie corona transformeert zich zachtjes in een operatie vrijheid. Lieve liberale vrienden, klinkt het. Het is 2021. We halen elkaar uit het sloop, zetten elkaar op de rails. Schakelen uit en herwinnen zijn divers in zoveel en op zoveel dimensies. Sommers aan de deur, blekers bij Dave. Zo klinkt het begin. Onze rechtsstraat, onze grondwet moeten altijd overeind blijven. Hoor ik ergens door de ruimte heen galmen, de vrouwen en de mannen in pak en al wat daartussen zullen zo weer naar huis terugtrekken, vertrekken. Vanuit de slaapkamer zoomend samenwerken. Tot slot thuis schrijvend aan een nieuw verhaal in een nieuw jaar. Totdat vrijheid weer van ons zal zijn. Vrijdagavond weer van ons zal zijn. Knuffelen. Weer voetballen. Weer studeren op locatie. Weer samen. Zo begint het nieuwe jaar. Bram, Laurens en Stijn. Ik wil dat jullie zachtjes dit gedicht afronden. En het volgende gevoel dat ik jullie wil geven, of misschien zelfs genre, is de blues. Dus singing the blues, feeling the blues. Soms luister je ook naar blues terwijl je je helemaal niet verdrietig voelt. Maar misschien zoiets. Ja. Wat is blauw? Wat is blauw in het land van Zwang Regie en Dirk de Wachter? Het land waarin alles op slot kan, maar de snack nog open blijft. Het land dat zogezegd staat voor friet en bier, maar klinkt als sava en saamhorigheid. Het land zoals samurai saus, van smaken en mengeling van talen, talenten en thuishoren. Het land waar ook ik. Wat is er blauwer dan de tijd waarin we zwemmen? Blauwer dan het water. Het water dat we over onze wangen laten wenen. Het universele verlies van vandaag. Elk land is een land van lockdowns. Zelfs de hoofdstad van Europa weet niet beter. Vroeger is alles van voor corona. Oh, blauwer dan. Blauwer, wat is blauwer dan? Wat is blauwer dan de lucht die we inademen? Het eindeloze gat in de ozonlaag. Blauwer dan de teller die op elk etmaal omhoog schiet op het nieuws. En ons huidhonger en hoestschaamte. Je zou er de hoop van verliezen. Maar wat is blauwer dan het waaien? Is het het verdriet van vorig jaar? Van de voorbije maanden?
Het rouwen rondom het virus of het vertrouwen. Het vertrouwen. Ja, blauwer is het vertrouwen. Op ons voortbestaan, op volgende week, op een vaccinatie. Op de vrouwen en op zij die allebei of geen van beiden. Op de mannen en de mannen die, en de mensen die niet op je lijken en wie niet in hokjes past. Op zwart, vertrouwen op bruin, op half, op volledig, op lichter, op meer en op minder gewicht, op wit. Blauw is, we doen er toe. Blijf in uw kot en romantisch dineren via Zoom. Blauw is vertrouwen op het volk, op vertegenwoordiging en verantwoordelijkheid. Blauw, van je kunt op ons rekenen. Ongeacht dialect of accent, wortels, achternaam of lichaamsvorm. Blauw, blauw is mag ik dan bij jou. Is van jou, is van mij, is een eekhoorn, is spraakzaamheid. Ja, het blauwst is het blauw. Van de open Vlaamse liberalen en democraten, de kandidaten, de diplomaten, hun fanaten, de militanten, de premier en zijn maten. Open voor anders en open voor iedereen. Laten en vrijgelaten. Operatie Vrijheid. Ze vullen de pensioengaten en beschermen de coronasoldaten. Blauw al 175 jaar blauw van de blok. Van we blijven in ons kot sinds maart. Vrouw van Lachert als nieuwe voorzitter sinds mei. Blauw van de Crow. Blauw van El Kawakibi. Van Gats, van Dave, van Liekens. Blauw van de Blekers. Blauw als haar ogen. Blauw. Geschiedenis wordt geschreven in het heden. De eerste gendergelijke regering. De eerste gendergelijke regering ooit gevormd rond oktober. Ja, het blauw. Hoe meer je het geeft, hoe meer je ervan terugkrijgt. Hoe het waait, hoe het zweeft, hoe het stroomt, hoe het golft. Blauw van vertrouwen. In 2020 werd niemand achtergelaten. Niet de ondernemers. Of de Brusselaar, niet de werknemer, nog de twitteraar. Niet het zorgpersoneel, nog de bejaarden. Nog de vakkenvullers, nog de gepensioneerden. Iedereen mag het weten. Vertel het volk, vertel het ze voort. Blauw is sowieso de kleur van betrouwbaarheid. Want het zien duurt een seconde.